Jelle Hemelsom uit Zevenkoten. Jelle, goedemiddag. Downhill. Een vreemde sport in België, lijkt mij. Kan je toelichten, wat is downhill eigenlijk? Downhill is eigenlijk om ter snelst van een parcours naar beneden rijden. Met een parcours met obstakels, met jumps en soms drops ertussen, rotssecties, wortelsecties. Het is de snelste tijd wint. Wordt het parcours uitgestippeld door een bepaalde jury? Of? Ja, in België is er momenteel maar één organisatie die zich bezighoudt met downhill. En dat is de DH1. En zij hebben 5 parcours momenteel, dat ze ieder jaar een klein beetje veranderen. U doet dat sedert 2013, competitie. Je hebt al redelijk wat prijzen bij elkaar gefietst. In de Belgische wedstrijden heb ik toch al een paar top 3 plaatsen. En als ook nu in de buitenlandse wedstrijden van in Duitsland. Heb ik toch ook enkele top 10 plaatsen en een tweede plaats vorig weekend. En op 25 juni was het een speciale wedstrijd, Belgisch kampioenschap, dacht ik? Ja. Daar heb ik de eerste plaats behaald in mijn categorie. Jelle, we zijn vandaag, de vierde manche wordt vandaag gereden. De vorige 3 manches, welke resultaten heb je daar geboekt? Ik heb 2 derde plaatsen en 1 tweede plaats behaald. En daarmee sta ik ook als eerste in het algemeen klassement. Dat moet toch een opsteker zijn? Ja, natuurlijk. Dat voelt wel goed. Oké, Jelle. Heel vriendelijk bedankt voor uw sportieve medewerking. We wensen jou uiteraard in je verdere downhill carrière heel veel succes toe. Dank u wel.